like to volunteer for the Tank Corps, who would like to volunteer for the Air Force, who would like to volunteer for the Navy or whatever. And then they said, who would like to volunteer for the Airborne? So I said, what the hell is the Airborne? Nobody ever heard of it. We came. Dit was een tijdelijke landingplaats, onbegrijpelijk mooi gemaakt, met drijvende caissons, verankerd, en daardoor kon het zware materiaal gemakkelijk aan land gebracht worden via een klein dorpje en een smal pad werd het naar boven. Een knap stukje weg, dat is werkelijk ongelooflijk door dit drassige grond, of over deze drassige grond, zo'n mooie snelweg is aangelegd. Werkelijk het zienswaardig om een keer eroverheen te rijden. Om dit brugdeel was en is toen zwaar gevochten en heeft een hele belangrijke functie op dat dag of die deel van de week. Na het museum, het oorlogsmuseum, bekeken te hebben, een stukje werkelijk ontzaglijk mooie kerk. Hoe de bouwkunst vroeger ook was, het is werkelijk schitterend. Een voetpad naar de bunkers was wel een stukje verder lopen. Maar dan kun je echt zien wat een nutteloos gedoe. De vele bunkers om de zoveel 100 meter en dan zeer zwaar geschut erin. Met bouwkundige voorzieningen, zodat terugslag of luchtdruk voor hen geen nadelige gevolgen zou hebben. Hier ziet u nog stukken volledig intact, enig verroest, maar nog volledig werkelijk te zien hoe het is. Mensen proberen op het apparaat te kruipen. Zo groot is het. Het is werkelijk ongelooflijk groot. Hier een monument voor de gevallenen met een kruis. Ze zeggen vaak hij is een dromer. Hij steekt zijn kop diep in het zand. Hij maakt wat lelijk is veel mooier. Heeft geen verstand van hoed en rand. Ze denken vaak, laat hem maar praten. Voor een gesprek is hij te dom. Wat weet die vent nou van fosfaten? Wat ons betreft, die valt die bom. Maar zij zien het anders dan hij.
gezien de voorgaande foto's die uit Google komen, kunt u zien wat de inslagen zijn en waren. Dit moet verschrikkelijk zijn geweest. Want hier stonden echt, je hebt de foto's niet goed kunnen bewaren, tientallen, misschien wel 30, 40 diepe bunkers die totaal verwoest zijn. Echt ongelooflijk wat een inslagen dit zijn geweest. Hier ziet u de uitkijk over de zee. Zodoende is dat 40 kilometer naar rechts en 40 kilometer naar links. Het is werkelijk uniek. En u ziet hier weer de inslagen met in de verte de uitkijktoren. Dit moest allemaal veroverd worden. Hier ziet u nog twee van die eigenwijze mensen in maat van de kuilen. En dat is verschrikkelijk, verschrikkelijk. En hier ziet u nog een begraafplaats. Bij de landing van de parachutisten bleef één parachutist aan zijn valscherm hangen aan de klokkentoren en kreeg een schot in de voet. Hier kunt u zien de toren met de parachute waarin de soldaat bleef hangen en waar hij nog wel een schot in zijn voet kreeg. Het is wel triest om daar te blijven hangen en je eigen kameraden ziet doodgaan. Hier ziet u een visverwerkingsbedrijf en dat zijn er met laag waterstand, want het water van de zee kan zeker 2 meter stijgen en hier kunnen ze dan met boten, met wielen, snel alle vis binnenkrijgen en ook verwerken. Hier nog even een kerkbezoek gebracht en waarin de glas- en loodramen een perfecte ondersteuning is en zijn van onze cultuur. Dit is een korte film waarin duidelijk bekend werd waarin een tijdelijke noodhaven met pontons werd aangelegd in enkele dagen om zwaar materiaal als tanks zo snel mogelijk binnen te krijgen en op Franse bodem om alsnog goed deel te kunnen nemen. Hier ziet u nog een weg naar een bepaald uitkijkpunt. Dat gaf de vijand of de bevrijder de kans om goed te bekijken. Hier ziet u het oude foto van Mont Saint-Mincel en hier ziet u een wat modernere foto en hier ziet u als het ware hoe de zee zich terugtrekt of teruggetrokken is en de zeelevel laag. Hier ziet u dan de parkeerruimte waar dan tijdelijk boten, bussen, alles kan parkeren en dat is eigenlijk het laatste. De ophaalbrug van Mont Saint-Mincel, echt een kasteel. Echt een ruimte wat zwaar te verdedigen was of goed te verdedigen was. En hier ziet u nog enkele kanonnen uit die periode en gebouwen, alles wat erop en eraan. Hier ziet u het voetpad wat schuin omhoog liep en behoorlijk zwaar was voor een zeer gezond hart.
We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. We were in a store, and a guy in that store told us to put our uniforms on. And what the hell are you talking about? He says, the USA is in a war with Japan. We couldn't believe it. Well, our country was attacked. It's a different. It wasn't like Korea or Vietnam. We was attacked. And, you know, it's a feeling that maybe we're just dumb country people, but where I come from, but... A lot of us volunteered. Who would like to volunteer for the tank corps? Who would like to volunteer for the Air Force? Who would like to volunteer for the Navy or whatever? And then they said, who would like to volunteer for the airborne? So I said, what the hell is the airborne? Nobody ever heard of it. We came from a small town, and three fellows in that town were 4F committed suicide because they couldn't go at different time. I did things. I didn't do them for medals. I didn't do them for accolades. I did them because it's what had to be done.